het zijn hoge wielen sokken. Je hebt natuurlijk wel gehoord van de compressiekousen die bij het wielrennen niet mogen. Maar de hoge wielen sokken zijn wel redelijk in, redelijk trendy, functioneel. Nou, daar hebben we het zo even over. Ik heb er twee aan. Dit zijn twee modellen hoge wielen sokken. Je ziet wel die van Compressport, die zijn iets lager. Maar nog steeds hoger dan de normale kleine sokjes. Deze vind ik zelf eigenlijk bijzonder mooi van Castelli. Hoog voor de geswailleerde renner. Moet een beetje halfwege het been. En vooral de witte sokken, dat is echt een, ja, een trend is een groot woord. Maar het oog gewoon mooi op de fiets. Je hebt natuurlijk ook gewoon hele lange compressiekousen voor het wielrennen. Maar die zijn eigenlijk bij het wielrennen verboden. Dus bij de UCI-wedstrijd. Dus je ziet deze wel bij de... Ja, bij de... Bij de periode na het sport, na het wielrennen, zie je heel veel mensen gewoon dat ze daarmee zeg maar herstellen. Dus ze noemen het ook wel herstelkousen. Maar deze zijn eigenlijk gewoon echt voor het wielrennen en veel mooier natuurlijk dan die kleine sokjes. Nou, ik heb ze hier even neergelegd. Deze had ik zojuist aan de Castelli sok. Lijkt nu niet zo lang, maar je ziet wel, dit is echt super elastisch. Dit is echt een hoge kous. Even voor het beeld, dit is die lange compressiekous die ik gebruik voor het hardlopen bijvoorbeeld en voor het herstel na het wielrennen. Dit is dus wat zwarte kousje dat ik aan het Compressport ziet er een stuk technischer uit. Maar is dus wel wat kleiner, maar heeft dus wel echt ja, bijzondere weving. Zo, als hij zo ligt, dan lijkt hij een beetje opgefrommeld. Maar dat komt dus echt door die compressievlakken. Dus ik vermoed, maar dat is, ja, de compressie. Techniek is altijd een beetje discutabel. Het gaat vooral volgens mij om het uiterlijk. Dit zijn wel echt compressievlakken. En die doen natuurlijk meer dan deze hele gladde Castelli. Maar dat zijn natuurlijk gewoon de Italianen die mooi gaan voor de lange sok. En Compressport is meer bezig met de techniek. Dus als je echt technische, het compressieaspect wilt, dan zou ik zeker voor deze gaan. Deze gewoon in mijn ogen de mooiste. Maar je hebt wel meer mooie, lange, witte sokken van Nalini. Dit zijn de tubes. Die zie je ook wel voor herstel. Bij het wielrennen en ook bij het hardlopen. Ook heel veel triatleten hebben dit bijvoorbeeld aan. En het staat gewoon super mooi bij mooie carbonnen schoentjes. En dan ben je gewoon helemaal geswailleerd. Maar goed, alle wielersokken zal ik bij elkaar zetten. In het bericht, mocht je het zien in YouTube, zal ik de link even onder deze video zetten.